Dag iedereen, welkom in deze Tip of the Week video van de Talent Academy. Ik ben Sean en ik ga u vandaag uitleggen hoe we een titel gaan kunnen animeren op een redelijk snelle manier. We gaan dat namelijk doen door de source tekst te gaan aanpassen naar de compnaam. Hoe dat we dat gaan doen, dat gaan we eens even ontdekken samen in After Effects. We beginnen in After Effects en dan zal je zien dat dit wordt bereikt door een expression in de source text properties. No worries, het is een redelijk gemakkelijke expression. Hoe gaan we dat doen? We hebben momenteel hier in deze comp een redelijk basic animatie gemaakt. Waaruit bestaat die? Simpelweg uit tekst waarop een animator wordt toegevoegd en deze drijft dan eigenlijk drie verschillende properties. Namelijk de opacity, de tracking en blur. Dus het enige wat die doet is die gaat van 0 naar 100% en dan krijgt die eigenlijk deze live tekst. De reden waarom we gaan werken met een tekstanimator is om de simpele reden dat dat eigenlijk redelijk gemakkelijk is aan te passen. Wil ik dit nu aanpassen naar bijvoorbeeld hoofdstuk 1 of titel, nu zien dat ik het wel juist schrijf, titel 1, dan gaat dat redelijk gemakkelijk. En je gaat zien, alles is ineens ook mee aangepast. Nu, wat ik alleen wel wil doen op dit moment, is ik wil dat dit automatisch deze titel gaat krijgen in deze tekst. Ik kan nu zelf even terug gaan, zodanig dat jullie het verschil gemakkelijker gaan kunnen zien. En dan gaan we dat op deze manier doen. Dus we gaan op Alt klikken op de source tekst, waardoor dat we in de expression mode gaan. Wat gaan we dan intypen? Dat is eigenlijk niet super moeilijk. En After Effects voelt nog redelijk gemakkelijk voor jullie zelf in. We beginnen te typen. This comp. Dan gaat je zien dat After Effects dat al gaat vervolledigen. Gewoon op enter duwen en dan komt je al aan het. Dan bevestig je eigenlijk wat After Effects voorstelt. Dan typ je een punt. Name. En dan gaat je direct zien, wanneer dat ik hier uitga, dat eigenlijk onze tekst gaat aangepast worden. Dus het enige wat er nu is gebeurd, is ik kan deze comp gaan aanpassen naar welke tekst dat ik ook wil. Wil ik daar bijvoorbeeld mijn voor- en achternaam hebben, dan kan ik dat perfect hierin aanpassen. En dan gaat je zien dat die volledige animatie krak hetzelfde is. Wil ik hier de namen hebben van 50 verschillende mensen, kopieer ik die. En dan ga ik die gaan aanpassen. Ik moet hier niet gaan beginnen openen en die dergelijke dingen. Ik kan die gewoon rechtstreeks hierin aanpassen. Michael Bulens, want die verdient ook wel een titeltje. En dan zitten we al klaar. Duw hier op, ik open even die pre-comp. En dan gaat je zien dat je eigenlijk al een volledige animatie hebt die klaar staat. Redelijk gemakkelijk wanneer dat je 50 verschillende titels hebt en die moeten allemaal aangemaakt worden. Ik wil dat niet 50 keer gaan openen en dan manueel gaan doen. Ik doe dat veel liever op deze manier. Nu is er nog een andere manier of een ander gevorderde versie ervan, is we moeten niet per se vastzitten aan het feit dat dat maar één tekstlaag kan zijn. We kunnen dat perfect ook toepassen op een hele blok tekst. Je gaat zien, ik heb hier een redelijk basic animatie gemaakt van een chatbox. Het enige wat er gaat gebeuren is, dit zijn tekstboxjes die automatisch worden geschaald naar de lengte van de tekst die daarin staat. Geen enkel probleem, die zijn allemaal geanimeerd zodanig dat die schalen en dan gaan we door. Dus we gaan door, alright. We zien het verhaal wat de klant wenst. We kijken eens even na of alles in orde is. Yep, screenshot genomen. En nu gaan we zien, het enige wat die klant wil, is die wil deze exacte animatie hebben. Maar die wil wel gewoon dat elke keer de locatie gaat veranderen. We gaan dat niet hierin doen. Maar wat we gaan doen is, we gaan die tekst daar hard inzetten in een expression. Wat wil ik daarmee zeggen? Het is op zich niet super moeilijk. We gaan hier gewoon naar de juiste tekstlaag. En dan twirlen we hier de source tekst op. Dan gaat je zien wat ik heb gedaan. Het enige wat ik hier heb gedaan is, ik ga eens eventjes deze tekst copy-pasten. Zodanig dat ik die zelfs nog heb. Hier hebben we dus net hetzelfde gedaan als daarnet. Dus discomp.name. Alright. Dan gaat je zien dat die is aangepast naar tekenen. Dat willen we niet. We willen nog altijd dat die diezelfde tekst nog altijd heeft.
Dus wat gaan we dan doen? Als we tekst willen gaan invoeren in een expression, als in die staat daar hard in, die gaat niet veranderen, zetten we die tussen aanhalingstekens. Ik typ hier 2 maal de aanhalingstekens, copy-paste ik even de tekst die er hier moest komen. Hierachter typ ik best nog een spatie, want het lijkt me wel dat er een spatie moet tussen de compnaam en effectief de tekst zelf. Hier zit nog een plusje tussen, zodanig dat de expression weet, ah ja, oké, we gaan eerst deze tekst moeten gaan zetten. Daarachter komt dan de naam van die comp. En daarna zet ik er nog eens een plusje achter, omwille van het feit dat ik wil dat onze zin eindigt met een punt. Alright. Dat wil zeggen dat het nu klaar is. Als ik nu eventjes terug alles sluit, gewoon met de letter U, dan kun je even allemaal op de escape-knop duwen, om het zo te zeggen, dan ga je zien dat dat hier automatisch is aangepast naar het juiste. Fantastisch. Je klant die wil dat op 50 verschillende versies hebben. Dus dan kopieer ik gewoon die volledige animatie en ik typ andere gemeentes in. Ik typ hier, ik ben nu maar even volledig random gemeentes aan het intypen. Maar dan gaat je zien is dat wanneer ik nu deze ga openen, staat hier al Edegem in. Hier staat Maldegem in. Hier staat Stekenen in. Ik kan nog eens eentje gaan dupliceren. En die is in Sint-Genesius Rode. Geen flauw idee of we dat zo moeten schrijven, maar ik durf te vermoeden van wel. En je ziet, dat is ineens allemaal aangepast. Het enige wat we nu nog moeten doen, is al die comps gaan selecteren en rechtstreeks naar Media Encoder sturen. En dan zit je eigenlijk al klaar. Wat moest je daarvoor doen? Is, ja, dan moest je die allemaal manueel gaan inbreken en dan zien dat je hier je tekst gaat aanpassen. Dat is in principe een klein beetje te tijdsrovend. Je gaat merken, deze methode die gaat je eigenlijk op redelijk veel manieren kunnen gebruiken, voornamelijk om jezelf tijd uit te sparen. Het is een pak gemakkelijker om in de project browser zelf te gaan kijken en daar dan de namen van de comps te gaan aanpassen. Dit was het voor deze Tip of the Week video. Dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Tot dan!